Nederland links dus in de vertrouwde kleuren van het oranje. En de Oekraïne in de kleuren die u ook bij de EK voetbal ziet. Als de Oekraïne in het veld komt, moet een makkie zijn, lief, hè? Nou, nee, Oekraïne is een dark horse. Die hebben tot nu toe nog geen wedstrijd verloren. Dus je weet het niet, je weet het niet. Ze hebben tot nu toe erg goed gespeeld in de pool. Maar Nederland zal toch wat moeilijker voor ze zijn. Die bal is slecht afgestapt, afgetrapt. Die moet over de 10 meter lijn. Die haalt het niet en dan mag de tegenpartij vanaf het midden beslissen wat ze willen doen. Dat kan een schopje zijn. Ze zou ook om een scrum kunnen vragen. Maar waarom zou je energie verspillen als het zo kan? Dus waarschijnlijk gewoon de bal in de lijn spelen. En dat gebeurt ook. Nu van man tot man. Gerrit heeft duidelijk gekozen voor een mobieler team. Pien zit op de bank. Ja. Wat de nieuwe spelers ingebracht. En op een snelle score mikken. Ja. Ze is zo moeilijk af te stoppen van Harskamp. Ja, ja, fantastisch. Fantastische speler. Ze had daar in Nieuw-Zeeland, waar ze een maandje of twee gezeten heeft. En dus niet toen met het Nederlands team speelde, behalve toen het echt nodig was in Hongkong. Maar zij hadden haar graag gehouden daar, want ze was bij de club waar ze zat. En dat is een topclub in Nieuw-Zeeland. Dat was ze absoluut een unieke. Ja. Maar ze weet waar ze aan begonnen is. En dat geldt voor het hele team. Offside! Een geweldig team dat gekozen heeft om iets te doen wat weinig sportvrouwen op dit moment in Nederland kunnen zeggen. Yves, jij weet daar alles van als bestuurslid verantwoordelijk voor dit ding, maar daar mag je best iets over zeggen. Ja, het is, kijk, daar gaat Kelly. Daar gaat Kelly. Eerst Kelly. Ja. Ja hoor, prachtig. Mooi opgepakt. Die nemen we mee, die mogen we niet laten lopen. De eerste vijf zijn binnen. Kelly van Harskamp, ook uit Zaanstreem, een van de grote opleidingsplaatsen van dames rugby. Hey Hans, het is inderdaad waar dat anderhalf jaar geleden hebben die meiden het 15's apart, dus het gewone rugby zijn ze mee gestopt. Ze hebben helemaal hiervoor gekozen, ze zijn trouw gaan wonen. Ze hebben in eerste instantie zonder enige vorm van inkomen zijn ze twee keer per dag gaan trainen. En uiteindelijk hebben ze met die A-status zijn ze full professional geworden. En ze, hebben, ze gaan helemaal voor zeg maar de Rotor Rio. En het ging weer set a kick. Nee, die kwam tegen de paal, tegen de staander. Wat natuurlijk leuk is ondertussen, want dat zou jij ook wel geconstateerd hebben, dat de Nederlandse mannen 17 ook enorm aan het investeren is, ook weer van eigen geld, om te kijken of ze ook zo ver kunnen komen. Ja. Nee, dat is waar. Je ziet dat, wat de dames gedaan hebben enorm afschaalt op andere rugbydelen. Dus ook de mannen 7 zien dat ze zelf eerst moeten investeren. Dat is wel een mooie beweging over van die Oekraïense. Het is weg. En kijk eens wat het tempo. Ja. Die gaan ze niet meer inhalen. Of dan moet. Oh, dat is onbegrijpelijk. Een slechte beslissing als je links en rechts mensen naast je hebt. En dit is ook niet zo gek. Nee, want als hij goed stuit, dan ben je mee. Maar hij stuit niet goed. Dus nog steeds de kans voor de Oekraïne om door te gaan. Genoeg tackelaars aanwezig van Nederland. Hier weer een goede tackle. Maar het is 1-1 en dat kon wel eens niet voldoende zijn, want dan is het vaak de bewegelijkheid van één speler. Oh, slechte tackle. Hele slechte tackle van Nederland. Tackles missen mag niet op dit niveau. Nee. Hè? Het is het beste wat we in Europa hebben. En de pressie, je ziet dat Nederland toch een beetje zich laat verrassen door de snelheid van Oekraïne. En ze blijven bal spelen. Hè? Ja. Ze blijven bezig. En heel fris en heel on-Oost-Europees. Die normaal heel fysiek spelen, proberen ze die bal inderdaad van links naar rechts te spelen. Nou ben ik benieuwd wat de beslissing is. Scrum voor Nederland. Ik denk dat het is dat het crossing was, dat er een tegenstander zonder bal van de Oekraïne tussen de baldrager en Nederland liep. Overigens over die mannen gesproken, die presteren het dan toch in de eerste ronde in Lyon van een serie die beslissend is voor de EK. Presteren ze toch om bij de bovenste 10 te eindigen. En bij de mannen is die competitie nog wel wat strakker dan bij de vrouwen. Het is heel knap. Heel knap wat de mannen doen. Kijk, snel genomen nu door Nederland. Een hele bewegelijke speelster. Die van links naar rechts zwaaiend, ja, met die bewegingen tegenstanders op het verkeerde been zet. Hier liggen mogelijkheden. Zeker nu Van Harskamp de bal heeft. Kijk, ze kijkt even. Nu moet ze toeslaan. Als een luipaard betassen haar prooi om dan weg te gaan. Schitterende prachtig score. Prachtig gelopen. Wat zij heeft, iets over zich waardoor ze het lijkt alsof ze niet beweegt. Alsof ze traag is. Ja. En ze stapt prachtig. Kijk nog maar eens wat ze doet. Ze lokt de tegenstanders naar zich toe. Die denken, oh, er is niks aan de hand. En vervolgens is ze weg.
Ja, geweldig. Die zou bij de mannen zelfs indruk kunnen maken. Ja. Nou, ze verdient het ook. Hè. Ze heeft de laatste twee toernooien heeft ze te weinig van zichzelf kunnen laten zien. Het is echt zo'n mooie speelster. Als ze de ruimte krijgt, dan is ze onhoudbaar. En een lekkere score. En daar gaat de vlag ook omhoog. Dus die twee punten extra, we hebben het al zo vaak gezegd vandaag, kunnen van belang zijn. Je weet het maar nooit. Dit is het enige deel wat met normaal rugby anders is. Hè? Als je trein scoort normaal, dan moet degene die de trein gekregen heeft de kick-off nemen. Bij Sevens moet degene die gescoord hebben moet de kick-off nemen, de aftrap. En dat was natuurlijk bedoeld om te voorkomen dat degene die de bal ontvangt altijd maar de aanval op kan zetten. Maar inmiddels is de techniek zowel bij de mannen als de vrouwen zoveel omhoog gegaan dat ze een bal kunnen schoppen op een manier dat ze er zelf nog onder kunnen komen. En dan wordt het omgekeerd het verhaal. Een evolutie waar het rugby sterk in is, altijd ontdekken waar nieuwe wegen liggen en waar in ieder geval gezorgd wordt dat de attractiviteit van het spel gewaarborgd wordt. Dat is mooi verdedigd van Nederland, net waardoor ze de line-out krijgen. Nou, die is lang onderweg zeg, goeie maar reden. Goed getild. Offside. Ja. Offside. Snel nemen. Dan moet je haast maken, want dit is natuurlijk een buitenkantje. Speelsters die achteruit lopen zijn kwetsbaar. Spelers die vooruit lopen zijn dat niet. Ze gaat voor de hat-trick en die gaat ze maken. Nou, schitterend gelopen. Nou, ik vind het leuk, Yves, dat jij begon met dat de Oekraïne het aardig gedaan heeft. Maar dit gaat in een sneltreintempo. Het was de Dark Horse tot 5 minuten geleden. Maar nu is het een White Horse geworden. Ja, absoluut. En kijk eens naar die... Ja, het is net een gazelle als een snelheid. Hans, ik wil er wat over zeggen. Vorig jaar in Boekarest bij het EK, wat daar gebeurde, was dat Rusland, daar wist niemand wat vanaf. Die had geen enkel toernooi gespeeld. En dat had Nederland onderschat. En toen heeft Nederland verloren van Rusland in de pool. Ja. Later hebben ze gewonnen voor de derde plek. En hier hadden we een beetje hetzelfde. Oekraïne wint tot nu toe alles. Ze kunnen het niet plaatsen. Hoe sterk zijn ze nou echt? En uiteindelijk blijkt Nederland echt een paar maten te groot te zijn ervoor. Ja, duidelijk. Het is duidelijk dat u zag hem heel even in beeld. Gerrit Gilbert niet zo vreselijk veel te vertellen had tegen de ploeg die dan... Uiteindelijk gewoon de eerste 7 minuten precies wist wat er gedaan moest worden om de tegenstander te ontmantelen. Dat is namelijk je beste wapen gebruiken en dat hebben ze gedaan. En het beste wapen is snelheidsduivel Kelly van Harskamp die op de juiste manier de ruimte ingestuurd werd. En die als ze ruimte krijgt niet te stoppen is. Wat brengt de tweede helft? Kijk, weer zo'n hoge bal waar je een kans hebt om onder te lopen. Prachtig. Nou ja, schitterend. En die stuit goed, dus die krijg je mee. Ze neemt hem zelf terug. Dat is bijna zelden nog gezien. Lijkt wel miljarden, met effect. Ja, dat is een slechte, ja, maar een slechte paas ook. In paniek gespeeld, terwijl dat niet nodig is met deze voorsprong. 19-0, wat ook de laatste try van Kelly van Harskamp werd door Lorraine Laros geconfronteerd. Dus dat is eigenlijk zo comfortabel dat je het spel moet spelen zoals je het op de training doet. Crash! Touch, pause, engage. Oplopen is voortreffelijk. Kijk wat een druk. Ja. 3 man op de tackle. Perfect. Hoog houden en dan krijgen ze de scrum. De grap is namelijk bij dat hoog houden, als je daar laag gaat, gaat iemand naar de grond. Nu pak je de speelster en de bal. En als dat niet snel genoeg gaat, dan ben jij degene die het voordeel krijgt. Ja, dat mag. Wordt gemaakt. Tessa Veldhuis gaat erin komen. Time off. Ja, hij moet nu al zijn wissels gebruiken. Zo'n vermoeiend toernooi. En Kelly verdient de publiekswissel. Ja. En dat is het. Nou, je moet mensen fit houden. Want uiteindelijk gaat het maar om 1 wedstrijd morgen. Ja. Ja. Dat is namelijk de halve finale. Time on. Hij test het op. En zeker zo'n Kelly van Harskamp, die heeft nu haar waarde bewezen, dus daar moet je niet moeilijk over doen. Naar de kant. Wat kan de rest? Nou, geen zorg hoor, dat gaat ook wel lukken. Oh, schitterend gespeeld. Kijk eens, prachtige paas inside, tegen de benen inlopen. Goede tackle, balbezit blijft voor Nederland. Oh,
kiezen. Links, rechts, schijnbeweging en dan, ja, dan heb je jezelf vastgelopen, precies. Moet je het ook oplossen. Kijk, daar gaat Van Altena. Zo'n hinde met een enorme agressie. En kijk, ruimte en aan de rechterkant. Ja, dat moet kunnen. Hè? Dat slechte paas weer. Ja, achter de speelster. Je moet altijd voor de speelster spelen, zodat je op snelheid in een bal kan lopen. Maar er geen knokkel. Dus gelukkig kan Nederland balbezit behouden. Ze hebben er zin in hoor. Ze stoppen er niet mee. Ze willen het karwei echt afmaken. Mooie beweging, zegt die schijnbeweging. Wel je eigen fout herstellen, hè? Wel je eigen fout herstellen. Je laat de bal los. We hebben het dan over Anna Hielkert. Die natuurlijk niet zo vreselijk veel speeltijd gehad heeft. En dan is het ook niet zo gek als je een bal mist, toch? Nee. Dat helpt toch als je veel minuten maakt. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, die versnelt ook goed. Mooi, ja. Wat een prima tackle weer hier van de nummer 10 van Nederland. Van Elke van Meer. Eigenlijk zijn die wissels dus ook gewoon goed. Nou, dat is een van de grootste verschillen met voorgaande jaren, Hans. Het Nederlands team heeft diepte. Ja. Waar ze vorig jaar in Boekarest moeite hadden met één of twee blessures om het op te vullen, zie je nu dat er een hele brede selectie staat. Waardoor er mensen zeg maar makkelijk kunnen opgevangen en het team niet verzwakt. En ik doe Joyce van Altena onrecht, want zij was degene die de tackle maakte. En die nu hier voorin in de scrum staat om de bal te winnen. Hetgeen ook gelukt. Prachtige paas van Linde Frans. Is goed, er is ruimte. En dan gaat Tessa Veldhuis, een van de snelste mensen ook van het Nederlands team. Loopt zich vast. Waar blijft de steun? Niet alleen de nummer 2, maar ook de nummer 3 die de bal moet expediëren. Penalty tegen Nederland, bal. Holding the ball. Orange. You. Release de bal. Je moet hem loslaten. Nou, ik kon niet goed zien of ze hem wel of niet losliet, maar die scheidsrechter staat er bovenop. En ik moet zeggen, en dat is eigenlijk ook wel wat makkelijker dan bij 15 rugby, maar ik vind de scheidsrechterij buitengewoon. Mooie tackle. Van, weer Van Altena met een prachtige tackle in het midfield. In het midden van het veld. Dan krijg je door die tackle een slechte paas, de knock-on en de scrum in het voordeel van Nederland. En nu gaat hij in noodtempo wisselen, Gerrit Gilbert. Zoveel mogelijk bij de speelsters. Pot. Ja. En de discipline in het team is buitengewoon. Je ziet dat alles ingestudeerd is, dat alles klopt. Iedereen weet precies wat hij moet doen, ook bij de wissels. 5 meter! Ja, offside, penalty mee voor Nederland. Snel nemen over rechts. Lorraine Laroche, de schakel in het geheel. Veel gaat er via haar. Ze zet een beetje de lijnen uit. En dan moeten de rest van de meiden het afmaken. Okay. Kijk, dan zie je dat die Nederlanders nu grote mensen op de props hebben ingebracht. Die kunnen wel het contact maken en ruimte daarvoor creëren. Dit zou kunnen. Ja, de eerste schijnbeweging is perfect van Linda Fransen. Dan gaat ze goed naar de grond en dan is er weer alle ruimte aan de rechterkant. Het gek is dat de linkerkant ook niet verdedigd is, hè? Waar Spanje tegen Nederland zo mooi scoorde, was die blinde kant. Weer offside van de Oekraïne. Die moeten 10 meter afstand houden bij de penalty. Dat is overigens wel een complicatie in de regels die ik niet geweldig vind. Dat je het spel zo kunt doodmaken. Ja. Het is 2 keer 7 minuten, dat is al niet te veel. En als je dan elke keer de aanvalspatronen onderbreekt, dan moet een team wat beter is elke keer opnieuw beginnen. Dat is jammer. Ja. Ook gingen nu ook 2 nieuwe speelsters erin. De namen die kan ik niet helemaal. Nee, maar ja, het is het festival van de laatste wedstrijden op een dag. Hè. Iedereen is moe. Snel op één. Oké. Afspraken zijn hier duidelijk. Iedereen weet precies waar de bal komt. Daar is de lift. Goed gepakt. Niet recht. Niet recht ingegooid. Oké. Dan vragen ze aan de tegenstander wat die willen. En die vragen vrijwel altijd niet om opnieuw ingooien, maar om een scrum. Omdat een scrum, zeker met maar 3 man erin, bijna 100% zekerheid biedt dat je de bal wint. Crash! Nou, zeker met de wind op Ameland. Ja. Pause, engage! 5 meter, je orange. Ja, het spel gaat door, mevrouw de scheidsrechter. Dus
Die vijf meters die zijn snel opgelost. Winnie's the okay. Goed verdedigd. Goed verdedigd, heel ze mooi. Ze gaan achteruit, de Oekraïense dames. Scrum voor Blue. Mooi, Blue. Scrum. Away. Kijk, dat is perfect. De tegenstander heeft de bal, die zet ze achteruit en neemt ook nog de scrum over. Laatste aanval. Ja, ik denk dat ze die nog wel meeneemt. Touch, pause, engage. Stay binding, please. Ik vind het wel aardig als ze nog even proberen wat bij te doen. Ja, dan gaat ze. Oh, wat is die ook snel, zeg. Kijk eens even, rugdekking, alles is er. Nu balbezit houden, geen fouten maken en dan kom je er. Nee, het gaat over de zijlijn, dus ik denk dat dit het einde is. De einduitslag zal worden, de 19-0 in het voordeel van Nederland. Een probleemloze wedstrijd. Ze pakken nog een line-out mee, ik denk voor de blessuretijd. Kan. Het is aan de scheidsrechter en niet aan de toeter om te bepalen hoe het einde is. Hè? En dus het einde. 19-0. Nederland gaat als tweede naar morgen toe. Het is hun laatste wedstrijd vandaag. 3 keer winst, 1 keer verlies tegen Spanje. Nederland zal ongetwijfeld tweede in de pool worden. En is in ieder geval verzekerd van een plaats bij de laatste 4. Wat we doen.